Ja, dat was mijn dagje wel weer. Waar kom jij nu weer vandaan? Dan mag ik zeker zelf wel weten waar ik vandaan kom. Wat heb je gedaan? Wie is je nou de baas in huis? Wie stelt die nou de vragen? Het is 6:30. Jij werkt tot 6 of tot 5 uur. Lees het boekje maar even verder. Zo, heb je vader wat te zeggen vandaag? Inderdaad, ga maar naar boven jij. Op krassen. En doe de deur dicht. En wat heb je in die tussentijd gedaan? Vrouw, laat me eventjes alsjeblieft. Dat... Ik heb koppijn. Kom net thuis. Laat me heel even zitten. Ja, kom net thuis. Je had 1,5 uur eerder thuis kunnen zijn. Had gekund, ja. Maar ik ben toch zeker wel de baas over mijn eigen leven. Heb je gedronken? Absoluut. Hoeveel? Wat ga ik jou dan? Ik word er zo scheidziek van, hè? Ik heb een paar biertjes genuttigd met mijn collega's. Ik zit hier met een lekker heerlijke lasagne schotel klaar. Daar heb jij niks mee te maken wat ik doe. Helemaal ik zit hier met eten klaar. Ja? We gooien het in de prullenbak. Ik vind het belachelijk. Je hebt een zoon. Waar is jouw verantwoordelijkheidsgevoel gebleven? Verte zoeken. Ja, wat betreft ja, dat eten. Dat zou ik merken, ja. Ik word er zo moe van. Gooi het in de kliko dat eten. Dat is niet niks het gooit in de wat je mij voorschotelt. Wanneer ga jij nou een keer een goede man zijn? Wanneer? Wanneer? Je doet me zoveel pijn! Ja. Je moet wakker worden. Je moet naar school. Ja, ik ben lekker, joh. Kom je eruit? Nee. Waarom niet? Ja, ik voel me echt beroerd. Ik heb buikpijn al niet helemaal. En dan je kunt niet naar school? Nee. Weet je zeker dat het alleen de buikpijn is? Ja. Gaat het op school wel goed? Nee. Wat is er op school aan de hand dan? Nee, niks. Wat is er aan de hand, Wim? Nee, ik word gepest op school. Nee, echt? Ja. Oh? Joh, maar waarom heb je dat nooit verteld? Praat ik gewoon niet over. Nee, maar ja. Ja, je moet echt naar school, Wim. Echt. Ja, nee, je moet het doen, want nee. Ik ga gewoon even slapen, hoor. Nee, Wim, ik was 15 toen ik jou kreeg. Ik heb mijn school niet af kunnen maken. Jij moet je school afmaken. Ik wil niet dat jou hetzelfde overkomt dan mij. Dat kan niet. Je moet eruit. Kom. Kom. Zo. Hopsakee. Aankleden, tanden poetsen. Voeten wassen, handen wassen. Hopsakee. Weer een nieuwe dag begonnen. We gaan vandaag beginnen met wiskunde. Fijn dat jullie allemaal je boek bij je hebben. We gaan even eerst deze som doen. En dan hebben jullie allemaal je boek? Wim, je hebt het verkeerde boek. Dit is niet... Wim, je moet wel je boek pakken. Want je hebt al zulke slechte cijfers. Dus je moet wel het juiste boek voor je hebben. Ja, jongens, hond op. Nou, dat wil ik ook niet horen, jongens. We gaan dus even weer verder met de som. Ja, iedereen zijn boek bij. Oké, weet jullie het antwoord? Ja, dat is 15, dat is de leeftijd van hun zijn moeder. Ja. Goed. Dat is het goede antwoord inderdaad, ja. En de volgende som. Ongewild kind. Wat is het antwoord? Het antwoord van de volgende som? 7, juf. Heel goed, Melvin. Je bent goed je best aan het doen. Ja, fijn. Ik kijk niet naar mijn voorblaadjes, ik kijk in mijn boek. Ja, Wim, je bent weer niet met het goede boek bezig. Je zit, ook is dat met je zit ook met propjes te gooien. Er liggen allemaal propjes om je stoel. Ja. Na school dat mag je daar blijven. Ik heb alles gedaan. Ja, je mag alles opruimen. Ik ben het zat. Volgende som. Jongens, gaan jullie maar zelfstandig werken, want dit kan natuurlijk niet. Helpt u Wim wel, anders snapt hij het niet.
En waarom heb jij nooit 1 seconde tijd voor Wim? Wim, dat kan me echt een rotzorg zijn. Dat kind kan me gestolen worden. Ik heb andere dingen aan mijn kop. Het is je zoon, kom op. Je geeft hem nooit aan. Een zoon die ik nooit gewild heb, Irene. Dat weet jij net zo goed als ik. Het is een foutje geweest toen. Een foutje? Ja, een foutje, ja. Maar ik nu mijn hele leven lang nog steeds verboet. Ga maar weer janken. Hè? Dat is toch waar je goed in bent. Stom wijf, heren bent. Mam, waar ben je? Mama, wat is er? Wat is er? Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Ik weet het niet meer. Ik zit helemaal doorheen. Ik kan het niet aan. Ik weet echt niet hoe ik hiermee omga. Ja, hoe moet ik daarmee? Je vader. Maar ik hou wel heel veel. Ik hou heel veel van jou. Dus nou, gelukkig maar. Ik ben heel blij met je. Fijn. Tweede kans. Ik hoorde gisteren allemaal gedoe. Wat was er aan de hand? Niks, nee. Niks? Nee. Ik hoorde allemaal geruzie, allemaal moeilijk doen. Wat is er aan de hand? Maar niks. Ik weet niet wat je gehoord hebt. Ik hoorde deuren klappen, ik hoorde van alles. Ik hoorde je vader schreeuwen volgens mij. Wat was er aan de hand? Ja, dat was alleen een beetje gezeikt, smaak. Dat is juist. En je zelf niet in leuk zijn? Nee. Hey, no offense, maar als er een keer wat is of je wil een keer babbelen, dan weet ik gewoon naast je. Kom even een keer langs, hè? Gaan we het wat leuk zijn. Goed. Ja? De beste man. Ja, je. Hey, later. Klein, hè? Later. Oh ja. Hey Wim, zullen we vanavond even langs de McDonald's gaan en dan naar de Youth Alpha? Ga je mee? Groetjes Rick.